Welkom terug iedereen, we zijn vertrokken voor een filmpje, dit keer over babyfotografie. Ik heb zelf een dochter van 12 jaar en een dochter van rond 6 maanden zal ze nu zijn. Dus vooral duidelijkheid gaat over de dochter van 6 maanden. Er zal op termijn ook nog wel een filmpje volgen rond kinder- of puberfotografie of iets in die zin. Maar dus vandaag over een aantal tips rond babyfotografie. Iets waar ik eigenlijk voor mij het belangrijkste, dus los van materiaal en dergelijke meer, vind ik vooral heel belangrijk bij babyfotografie, dat je een foto maakt die zo natuurlijk mogelijk overkomt. En dus geen foto, ja, er valt iets te zeggen voor andere type foto's ook, maar zelf ben ik geen voorstander van foto's van een kindje in een wasmand. Een kindje dat met zijn handjes zo ligt, dat eigenlijk nog zijn hoofdje nog niet eens kan recht houden, maar wel al voor de foto geforceerd is om zo te liggen. Enzovoort enzovoort. Voor mij de interessantste locatie om een foto te maken van een baby is eigenlijk zijn natuurlijke omgeving. Dus als je naar een studio gaat, dan haal je dat kind eigenlijk al weg uit zijn natuurlijke vertrouwde omgeving. En dan creëer je al een omgeving die heel interessant is voor een baby. Die kan indrukwekkend zijn. En zijn dat al die studioflitsen en dergelijke meer, dat het kind schrik aanjaagt. Maar dat kan ook zijn dat dat kind heel nieuwsgierig is en continu zit rond te kijken. En zich daardoor niet kan concentreren op hetgeen dat op dat moment moet gebeuren. Namelijk mooi liggen en kijken. Door in een studio te gaan werken maakt het jezelf eigenlijk moeilijk. Want al die problemen van die volledig nieuwe omgeving, van al die lichten en dergelijke meer, die heb je niet als je je foto's thuis maakt. Nu, wat heb je nog nodig om je foto's thuis te maken? Of ook in de studio, dus liefst geen studioflitsen en dergelijke meer. Natuurlijk licht, heel zacht licht. Je wilt voor een baby typisch heel zacht licht. Dat mooi verspreid is. Heel weinig schaduw en dergelijke meer. Dat kan je creëren door bij een raam te gaan werken. Niet te dicht bij het raam. Als je van die doorschijnende gordijnen hebt of iets van doorschijnende stof hebt en je hebt veel licht, dan kan je dat er nog tussen plaatsen om het licht nog veel diffuser, nog veel zachter te maken. Wij hebben hier het geluk dat we in onze leefruimte hebben licht dat zowel vandaar komt als vandaar komt, waardoor je in feite automatisch weinig harde schaduwen krijgt. Als je in een situatie bent waarbij dat je één raam hebt in een ruimte waar al het licht terecht komt, dan is het aan te raden om bijvoorbeeld met reflectoren te gaan werken. Dit is een voorbeeld van zo'n reflector. Daar kun je dan nog een hoes overheen plaatsen met typisch van die goudkleurige of zilverkleurige reflecterende materialen, om nog veel meer licht te gaan reflecteren. Dus zoiets is ideaal om de schaduw op te vangen. Als het licht van hier zou komen, nee, laat ons zeggen voor het gemak, dat het licht van hier komt, dan kan je door dit zo bij de baby te plaatsen, natuurlijk niet in beeld, hè, voor alle duidelijkheid, het licht wat hier komt weer kaatsen om dan de schaduw die hier is wat weg te werken. Nu opnieuw, zo'n reflector, als dat kind die reflector niet kent, zal dat heel veel aandacht vragen van het kind. Dus dan kan het interessant zijn om op voorhand al een keer met die reflector in de buurt te spelen, zodat het kind al wat vertrouwd raakt met die reflector. Dat geldt eigenlijk voor alle attributen. Hè. In het begin, als ik met mijn fototoestel in de buurt kwam van onze dochter Stella, onze jongste dochter, dan was hij zo geprikkeld door dat nieuw iets, dat fototoestel, dat zwart ding dat daar boven haar hoofd hangt en continu naar haar gericht was, dan was hij zo geprikkeld daardoor dat hij volledig stil viel. Die was aan het kijken en die hoorde niets meer zijn. Terwijl in veel gevallen nam ik dat toestel om snel een filmpje te maken van hoe schoon dat ze aan het babbelen was. Nu ondertussen is ze 6 maanden en is ze dat al zodanig gewend dat ik kan mijn fototoestel hier en zelf mijn flitsen erbij houden, dat ze eigenlijk daar niet meer van opkijkt en gewoon verder doet met wat dat ze bezig is. En dat is een groot verschil. Dat is eigenlijk hetgeen wat je zoekt. Je wil een baby fotograferen in zijn natuurlijke omgeving bij dingen wat dat de baby zou aan het doen zijn als je daar op dat moment, alsof je daar op dat moment niet bent. Dat zijn de mooiste foto's eigenlijk. Natuurlijk licht, zoals ik zei. Dan alsof je daar niet bent. Dus heel schoon. Ik heb hier wat plaats gelaten ook. Niet om die dwaze reflector nu en dan een keer boven te halen, daarvoor niet. Maar wel om een aantal voorbeeldfoto's te kunnen tonen hier in dit filmpje. Ik heb een aantal mooie foto's van ons dochter, waarop ik kan laten zien wat ik eigenlijk bedoel met mooie momenten en mooi licht en dergelijke, vooral zacht licht en zo. Nu, iets wat bij ons heel goed werkt om Stella op haar gemak, dus ons dochter op haar gemak te stellen. Of nog meer, dus los van het feit dat we, ja, dat is natuurlijk al die toestellen gewoon is, werkt het bij ons ook heel goed. Wij weten dat ze zot is van onze hondjes. Dus we hebben twee honden, we hebben een zwarte, een Spaanse waterhond, dat is zo, lijkt op een zwarte poedel, een grote poedel. Of zo'n Bouvier, iets in die zin. Maar het is een Spaanse waterhond. En we hebben een Dalmatiër, die ligt daar, Alissa. En vooral die Dalmatiër, waarschijnlijk omdat dat wit met zwarte spikkels is, dat vrij goed opvalt. Daar is ze volledig zot van. Als de Dalmatiër, als Alissa bij haar in de buurt is, dan kijkt ze daar continu naar. Dan lacht ze, dan schettert ze. En dat is dat wij weten. Dus wij kunnen dat perfect gebruiken om haar aandacht te trekken en een positieve zin. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld, ik weet als ik een foto van haar wil en ik wil dat ze kijkt naar mij, naar het fototoestel, en als ze schettert en lacht op die foto, dan weet ik dat ik maar Alissa bij mij moet roepen, naast mij laten zitten, en dan weet ik dat ze haar volle aandacht voor mij zal hebben. Dus dat zijn van die trucjes. Als je weet bijvoorbeeld dat je baby zot is van een bepaald speeltje, dan kan je dat speeltje bij je nemen. Als de mama fotografeert, laat de papa laat de papa dan de reflector vasthouden of een speeltje vasthouden. Omgekeerd, als de papa fotografeert, laat de mama dan er rond bezig zijn. Maar vermijd dus geforceerde situaties, geforceerde houdingen. Over geforceerde houdingen nog even. Een baby, op een bepaald moment zal een baby beginnen rollen, zal een baby op zijn buik liggen in plaats van op zijn rug en zijn hoofdje bijna recht houden. Ik zou aanraden van pas foto's te nemen van een baby met zijn hoofdje recht, als dat ook echt zijn hoofd zelf kan recht houden. Onze jongste dochter Stella is vrij laat beginnen rollen, maar eens ze rolde kon ze wel al perfect haar hoofd volledig recht houden. Terwijl sommige baby's rollen eerder, maar kunnen dan nog, als ze dan toch op hun buik liggen, kunnen hun hoofd nog niet goed recht houden en vallen, laten hun hoofd dat dan nog nu en dan een keer naar beneden vallen. Dat is natuurlijk minder leuk voor een foto, dat is moeilijk om op dat moment dan dat toch vast te leggen. Wacht gewoon een paar maanden, na 1-2 maanden kunnen ze zelf een hoofdje mooi recht houden. Het heeft geen zin van daar iets onder te gaan leggen ofzo en dat dan met Photoshop te gaan wegwerken. Dat heeft allemaal geen zin. Wacht gewoon. Op dat moment kunnen ze dat zelf. En dan is het moment om die foto te maken. Als je dan foto's aan het maken bent, die knuffel erbij betrekken en dergelijke, mijn favoriete speeltjes. Probeer wel zo typische dingen als ze net fruitpap gegeten hebben en er hangt fruitpap aan hun gezicht, doet dat weg. Laat geen toet in hun mond zitten als je een foto maakt. Maak geen foto waarbij dat een pamper in beeld is. Zie gewoon dat er een broekje over is, een mooi broekje wat mooier is. Zij ook voorzichtig met foto's waarbij dat ze volledig een broodje op staan. Maak ook geen foto's waarbij dat het plaspotje erop staat. Tenzij dat je natuurlijk dat het moment is dat je wilt fotograferen, dat kan perfect. Dus dagelijkse momenten zoals je kindje dat op zijn potje zit en dergelijke meer. Of dat zijn eerste boterhammetje eet ofzo. Dat zijn ook allemaal heel leuke momenten om te fotograferen. We gaan straks zo dadelijk over materiaal praten. En als je dan spreekt over een foto waarbij dat je de omgeving ook wilt in beeld brengen, dan ga je eerder naar groothoek, 35 mm, geen te extreme groothoek. Nu, voordat we daarop inspringen over materiaal, zou ik nog graag nog een kleine anekdote over het belang van dat kind te fotograferen in zijn natuurlijke omgeving. Wij hadden bijvoorbeeld ik had een filmpje gemaakt van Stella, van onze dochter, die aan het lachen was, die aan het schetteren was. Ik had dat gedeeld op Facebook met vrienden en familie. En daar kwam nogal wat reactie op in de zin van oh, zo heb ik Stella nog nooit gezien, zo vrolijk dat ze is, dit en dat. Terwijl eigenlijk is, naar onze ervaring toe, is ze elke dag zo. Ze lacht elke dag, ze schettert elke dag, maar het is inderdaad wel zo dat als er volk op bezoek komt, als we ergens naartoe gaan, dat ze zodanig onder de indruk is van de omgeving, dat ze rondkijkt, dat ze van alles beleeft, waardoor dat ze minder tijd heeft om te lachen en plezier te maken. Puur omdat ze zodanig geprikkeld wordt door andere dingen. Dus dat toont aan dat het belangrijk is om een kind in zijn natuurlijke omgeving en zijn vertrouwde omgeving te gaan fotograferen. Maar daarmee hebben we denk ik genoeg verteld over de momenten waar je naar op zoek gaat en dergelijke. Nee, toch niet. Met dat ik nu spreek over natuurlijke omgeving en momenten, probeer ook de minder leuke momenten te fotograferen. Weer opnieuw. Mijn eigen dochter, jongste dochter, die is onlangs een paar weken terug opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ze er slecht aan toe was door een longontsteking en RSV en dergelijke meer. En dan heb ik ook in het ziekenhuis leuke foto's gemaakt, zal die ook laten zien. Waarbij dat ze dan inderdaad wel dat armpje voor de beademing en een piqûre voor de bakster en dergelijke meer. Haar armpje helemaal gespalkt en zo. Dus dat zijn op zich minder leuke momenten, maar daar kunnen toch leuke foto's uitkomen. En ik denk wel dat het belangrijk is als je dan later een album maakt, dat je niet alleen in dat album foto's steekt van ja, een feestje hier, een feestje daar, een verjaardag, mijn eerste potje, mijn eerste... Maar ook de minder leuke momenten zoals van ja, kijk, toen was ik ziek, toen had ik een snotneus of ernstiger in de zin van toen werd ik opgenomen. Dat je daar leuke foto's van... Natuurlijk, je moet geen foto's gaan maken. Als haar vinger in haar vinger gesneden heeft, dat bloed overal ligt, moet je niet beginnen foto's maken. Dan moet je eerst hulp gaan toedienen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar als dat mooie foto's zijn, kan dat wel een meerwaarde zijn. Nu goed, genoeg over momenten en dergelijke meer. Als we foto's willen maken waarbij dat de omgeving ook willen vatten, dan is een lichte groothoek zoals een 35 mm tijdens de geboorte in het ziekenhuis. Heb ik bijna continu met de 35 mm gewerkt, omdat ik ook de mama in beeld wil brengen en dergelijke meer, en ook de verzorgers in beeld wil brengen. Terwijl als ik dan thuis kwam Stella meer en meer op zichzelf, dus zonder echt veel omgeving, dus gewoon Stella op zichzelf wilde fotograferen, portretten van Stella alleen, dan, of misschien Stella met een speeltje ofzo, dan ging ik meer richting de 15 mm, omdat je dan dichter... Of dichter op het onderwerp kunt werken en ook veel beeldvullender kunt werken. Een typische portretlens, zoals de Nikkor 85 mm 1.8 of 1.4. Die typische portretlenzen zijn minder geschikt, vind ik persoonlijk, voor baby's, omdat je daar moet rekenen dat je met een afstand moet werken van, ik denk dat de minimale scherpstel focusafstand bij die lens ligt rond de meter. En een meter is al vrij ver om een baby nog schermvullend in beeld te krijgen. Of beeldvullend op het scherm te krijgen. Op de een of de andere manier. Het werkt allebei, denk ik. Dus dan zou ik de 50... Dus als je nog op zoek bent naar materiaal voor babyfotografie, zou ik aanraden van een 50 mm aan te schaffen. Dat kan heel goedkoop, zoals deze 15 mm 1.8. Tegenwoordig is dat de 1.8D. Of zelfs de G, als ik me niet vergis. Die zijn, ja, dat kost €180, nog geen €200. Die zijn zeer betaalbaar, zijn ook zeer scherp, zijn eigenlijk echt ideaal, zijn licht sterk ook. Dus als je op zoek bent naar een type lens, is dit zeker aan te raden. Maar zelf werk ik vooral meestal met de Sigma 15mm 1.4. Die lens, dat is een lens van rond... €800 als ik me niet vergis, daar is momenteel een cashback actie op, geen callback actie, maar een cashback actie, waarbij dat je €60 terugkrijgt. Ik heb dat zelf ook gebruik van gemaakt en dan krijg je effectief vrij kort na het opsturen van het bonnetje en de factuur en dergelijke mee, krijg je al vrij snel je geld inderdaad teruggestort op je rekening. Die lens is gekend om heel super scherp te zijn, dus echt prachtige kleuren en prachtige scherpte. Die kost inderdaad ook wel iets meer, maar als je dat vergelijkt met de Otus lens bijvoorbeeld, waar die heel dicht tegenaan leunt, dan is dat nog maar een fractie van die prijs ook. En qua tips nog, als je dan werkt met zo'n lens, zeker als je werkt met een baby, kan je heel gemakkelijk manueel scherpstellen. Scherpstellen op de ogen. Als je met weinig scherptediepte werkt om de achtergrond onscherp te krijgen, zeker, dus met diafragma 2, diafragma 4 en dergelijke meer, dan zeker scherp stellen op de ogen, zodat de ogen mooi scherp in beeld zijn. Diafragma 2 is al nip, denk ik, het kan werken in sommige gevallen, maar in de meeste gevallen zal je werken met diafragma 4. Ik zou sowieso ook nog een link plaatsen naar een artikel dat ik eerder had gepost op mijn... Google Plus profiel rond babyfotografie, tips daar rond die ik eerder had uitgeschreven. Dan verder, ik had dus al twee lenzen getoond, dus ik zou naar de 50 mm gaan. Ik zou ook een prime lens gebruiken, dus een vaste brandpuntsafstand lens, omdat je dan geforceerd wordt om rond je onderwerp te bewegen verschillende standpunten op te zoeken en na te gaan wat eigenlijk het beste werkt voor een foto. Dus neem zeker uw toestel bij u, loop echt rond, ga verder, ga dichter bij je onderwerp. Probeer van alles uit. Als je digitaal werkt kun je 20.000 foto's nemen, bij wijze van spreken. En daar 2 foto's uit houden. Dus bedankt en tot de volgende.